Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video wil ik de droge koeien een nieuw razoen geven. En dat komt omdat de droge koeien nu een te natte kuil krijgen. En daar zit voor mij te weinig structuur in. Dus ik wil die kuil samenmengen met deze stroobalen. Dit is gehakteld stro dat we de vorige keer ook gebruikten om het razoen te vullen bij de droge koeien. Maar nu moet ik hem eerst daarvan afkrijgen en dan wil ik hem eigenlijk hiervoor neerzetten, zodat ik hem met de voerwagen kan scheppen en kan mixen met het andere voer. En dan is nu de bedoeling dat ik hem met de trekker eraf trek. Dan ligt hij op de grond en dan kan ik erbij. Dit had ik ook niet verwacht, dat hij zo rechtop zou staan, maar ik kan hem altijd nog zelf omduwen. Ik kan hem zo laten staan en dan kan de wagen hier weer terug staan, maar ik weet alleen niet zeker als ik de touwtjes doorsnij, als hij dan nog recht blijft staan. Maar ik moet hem sowieso doorsnijden, want ik wil hem gebruiken. Ik heb hem zomaar even vastgemaakt en dan ga ik hem zo doorsnijden en dan ga ik de bovenkant gebruiken en hopelijk blijft de onderkant zo staan. Nu moet er alleen nog graskuil bij en je ziet dat het stro heel licht is. Wel een mooi gezicht. Ik heb eigenlijk te veel gras geschept, vind ik. Maar goed, dan weet ik dat voor de volgende keer. En voor de rest is het op zich wel mooi. Helaas is dit wel mijn laatste video op dit kanaal. En dat komt omdat het lastig wordt om voor twee kanalen te gaan vloggen. Dus als je meer video's wilt zien, dan kan dat wel op mijn eigen kanaal. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan kan het dus op mijn eigen kanaal. En dan wil ik het team van Agrio bedanken dat ik deze video's mocht maken voor hun. Dus bedankt daarvoor.